Goedemorgen. 2015 begint goed. Eindelijk zit de vaart er lekker in bij het bouwen van het Groningen Forum. La 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 la. In 2014 hadden de bouwers nog enorme moeite om het slip weg te krijgen dat vrij kwam bij het uitgraven van de bouwput. Maar toen dat uiteindelijk gelukt was en de keldervloer van de parkeergarage was gestort, toen ging het los. Vloer na vloer vormt zich een parkeerkelder van 5 verdiepingen. En zo konden de bouwers in december 2014 beginnen met de wanden van het Forumgebouw. De bouwers hebben in de eerste weken in januari wel wat hinder van harde windstoten en regen. De hoge bouwkranen kunnen hun last moeilijk in bedwang houden en de jongens hebben het nat en koud. Het is heel vervelend voor de jongens. We houden er ook rekening mee. Jongens moeten ook af en toe gewoon extra schuilen. Neem een bak koffie extra, een pauze. Af en toe een checkie extra, desnoods. Je moet niet ziek worden hier. Ondanks de ontberingen wordt er stug doorgebouwd. En vooral de fietsenkelder aan de grote marktkant van het bouwterrein maakt goede voortgang. Eind januari is de kelder afgedekt en wordt klaargemaakt om een betondak gestort te krijgen. Het Forum heeft allemaal schuine wanden. Dus ook de muren van de betonnen kernen lopen schuin. Deze muren worden ter plekke gestort. Om dat goed te kunnen doen, gebruiken de bouwers speciaal gemaakte bekistingdelen van staal waartussen het beton komt. Aan de oostkant van het bouwterrein, bij de Schoolstraat, is een ingewikkeld punt waar 3 wanden samenkomen. Voor de bouwers is dat smullen. Ja, dit is een heel ingewikkelde hoek. Het moet straks in 1 keer ervoor. Hij ligt daar even verderop. En er zijn 2 schuine hoeken zitten aan elkaar. En dan moet hij in 1 keer ook nog weer in de schuinte van deze kist komt hij eraan te zitten. Leuk? Ja, uitdaging hè. Uitdaging. Dus dat is een keer wat anders. Betonvlechters zijn op de vloer van de begane grond en de inrit van de parkeergarage bezig de vloer klaar te maken voor het storten. Achter de schermen is men ook al druk bezig te bedenken hoe de gevelwanden wind- en waterdicht moeten worden gemaakt. Om dat goed te kunnen testen, heeft men een voorbeeld op ware grootte. Omdat de wanden schuin lopen, kan er water op kozijnen blijven staan. En dat is vooral lastig bij de ramen die open kunnen. Dat is best een uitdaging om die ramen, vooral bij die 24 graden die achterover hangt. Eigenlijk heb je dan eigenlijk een soort waterbakjes die je hebt. Die komen vol te staan met water. En als iets achterover in water in zit, probeer dat maar weer naar buiten te krijgen. Want dat moet eigenlijk dan weer over het randje naar buiten gegooid worden. En dat is gewoon, dat is best een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Ook de installatietechniek van het Forum is al veel verder uitgedacht dan nu nog te zien is. Bij Wieringa aan de Ulgersmaweg bijvoorbeeld worden grote kooien gemaakt waar alle installatiebuizen al in gemonteerd zijn. De Groninger Forumorganisatie is per 1 januari 2015 in 1 klap een stuk groter als de openbare bibliotheek wordt ingelijfd. Na maandenlange voorbereiding wordt dat gevierd met een feestje. De bibliotheek is een grote club, hè. Er werken 100 mensen, dus dat is 6 filialen. Dus dat is wel een hele organisatie om dat in te vlechten en uit een andere organisatie te halen. Dat is achter de schermen een hele hoop werk. Er heeft gelukkig niemand wat van gemerkt aan de voorkant, daar gaat het natuurlijk ook om. Maar wij zijn wel blij dat het op schema is en dat we 1 januari hebben gehaald. En dat we nu dus ook daadwerkelijk de handtekening hebben gezet. Tijdens dit jaar vinden er in de Groningen Forumbibliotheek allerlei evenementen plaats. Zoals een boekenmarkt, lezingen en een literatuurfestival. Ook wordt steeds gezocht naar samenwerking
tussen de bibliotheekmedewerkers en de forummensen. Uiteindelijk is men blij met de voordelen van de overstap naar het forum. Het was even wennen. Het was even passen in een nieuwe organisatie met z'n allen. Maar het is eigenlijk verbazend goed verlopen. De forumorganisatie is groter geworden. Maar het bibliotheekgedeelte zit nu in een veel kleinere organisatie dan we zaten. En daardoor kan je dus ook heel snel bezig gaan met de vooruitkijk. Je hoeft niet heel lang bezig te zijn met hoe zit die organisatie nou in elkaar. En wat moeten we nou en hoe gaat dat nou? Daardoor is het denk ik ook zo snel zo goed verlopen. En de enige teleurstelling is eigenlijk dat het nog zo lang duurt voordat het nieuwe gebouw er komt. En daar zit wel een punt, want de bibliotheek heeft de afgelopen 10 jaar geen grote investeringen gedaan. Er is heel weinig geïnvesteerd in deze bibliotheek hier de laatste jaren, omdat je de hele tijd weet, over 2 jaar gaan we hier toch uit. Hè? Maar als je dat elke 2 jaar opnieuw moet zeggen, dan op een gegeven moment heb je 9, 10 jaar niks gedaan in de bibliotheek, omdat je toch binnenkort weggaat, wat al steeds niet gebeurt. En we hebben nu wel gezegd, we weten nu dat we hier tot en met 2018 in zitten, dat is gewoon een zekerheidje. En laten we dan kijken hoe we met beperkte middelen of met partners, hè, zoals we zijn nu een samenwerking aangegaan met de Hans Hogeschool op dat gebied, hoe kunnen we met een aantal partners toch wat bibliotheekvernieuwing doorvoeren, toch het wat frisser maken, toch even het een beetje opkietelen, dat mensen niet alleen maar denken, goh, het is toch wel wat gedateerd, die bibliotheek, want dat is denk ik een terechte conclusie. Maar dat heeft een reden en we proberen er toch wat aan te doen, zodat het niet nog 3 jaar lang de verkeerde kant op sukkelt met de bibliotheek. Op 11 februari besluit het gemeentebestuur de bouw van het forum stil te leggen. Dit besluit volgt direct op het in werking treden van de NPR, de Nederlandse praktijkrichtlijn voor aardbevingbestendig bouwen. In deze richtlijn staat onder andere de verwachting van het KNMI van hoe zwaar de grootst mogelijke aardbeving zal zijn die eens in de 475 jaar kan voorkomen bij Loppersum in het Groningse gasveldgebied. En er wordt beschreven wat dat betekent voor de snelheid waarmee de bodem gaat bewegen. Het KNMI geeft met deze kaart aan dat de stad in de invloedssfeer van zo'n zware aardbeving ligt. Als je dus even kijkt naar het Groningen Forum, het Groningen Forum ligt natuurlijk keurig in de binnenstad, dan hebben we te maken met een waarde van 0,24 keer de zwaartekracht. Dat is waar we mee moeten rekenen. En als je eens vergelijkt op een kaartje van Europa hoeveel dat is, en dan zit ik, en de lichtste is hier wit en de zwaarste is hier donkerrood, dan zit je eigenlijk precies in het midden. En als je het op de kaart van Europa zou vergelijken, dan heb je eigenlijk wel te maken met gebieden zoals in Noord-Italië. Dus dat is eigenlijk waar de NPR nu van uitgaat, waar we in Groningen eens rekening mee moeten houden. Dat is heel zwaar. Dat is serieus veel. En het is een onderzoek. Het is een verwachting die het KNMI heeft onderzocht. Dus of die daadwerkelijk komt, dat hoop ik echt niet en dat kan ik ook niet voorspellen, maar het is een verwachting dat die eens in de 500 jaar inderdaad die enorme klappen een keer kan komen. Toen in 2014 een voorlopige richtlijn voor aardbevingbestendig bouwen werd bekendgemaakt, heeft de gemeente aan de constructeurs van het Forumgebouw, ABT, gevraagd met de waarde uit die richtlijn te berekenen wat dit kan betekenen voor het Forum. Duidelijk werd dat de constructie van het zo robuuste Forumgebouw niet tegen de zwaarste te verwachten aardbeving bestand is. Als begin 2015 de voorlopige richtlijn geformaliseerd wordt tot Nederlandse praktijkrichtlijn, besluit de gemeente te stoppen met de bouw. En ze geeft zichzelf 4 maanden de tijd om uit te zoeken hoe het forum aardbevingbestendig gebouwd kan worden. Het is een ingewikkeld besluit. Daar moet je goed over nadenken en ook goed kunnen onderbouwen. Maar tegelijkertijd was voor ons wel volstrekt duidelijk dat toen wij op tafel kregen dat het forum in zijn huidige ontwerp niet aardbevingsbestendig was, dat we zeiden dat moet wel. We willen een veiliger gebouw hebben daarom hebben we besloten om de bouw toen te stoppen. Het is natuurlijk ontegenzeggelijk dat het fijner was geweest als we hem hadden kunnen afbouwen. Maar kijk, als wij als college ook hebben gezegd van veiligheid staat voorop, dat is prioriteit nummer 1. En op het moment dat je dat zegt, dan moet je er ook naar handelen. Dus of het dan strategisch wel of niet goed uitkomt, dat wordt dan ondergeschikt. De constructeurs van ABT en BAM gaan dan nauw samenwerken
met aardbeving-experts in Nieuw-Zeeland. Daar heeft men de software om precies uit te kunnen rekenen wat een gebouw doet als er een aardbeving plaatsvindt. Het model van het Groningen Forumgebouw wordt in deze software ingevoerd en daarop laat men de waarde van de mogelijk zwaarste aardbeving los. In deze animaties is te zien dat het gebouw begint te dansen. Met deze informatie gaat men op zoek naar een oplossing. Ondertussen onderhandelen de gemeente en de NAM en het ministerie van Economische Zaken over de te volgen strategie en de financiering van alle kosten. Naast diverse bijeenkomsten op directieniveau komen ook de techneuten van de betrokken partijen meermalen bijeen. In juli komen ze tot een voorlopig akkoord om de hoofddraagconstructie van het forum te gaan versterken. En we hebben eind vorige week bij overeenstemming bereikt met de NAM over de betaling van kosten die gemoeid zijn met het aardbevingsbestendig afbouwen van het forum. Uiteindelijk spreekt men in september af dat de NAM 68 miljoen euro betaalt om het forum aardbevingbestendig te bouwen en de kosten van de vertraging en het sluitend maken van de grondexploitatie te dekken. Voor Groningen voeren de burgemeester en wethouder De Rook deze onderhandelingen. Nou, dat was bij tijden wel natuurlijk wel spannend. En dat gaat natuurlijk, het gaat over een groot project. De belangen zijn groot, maar ook de bedragen zijn heel groot. Dus daar ben je niet meer zo over eens. Daarom heeft het ook best wel een tijdje geduurd. Het was natuurlijk een heel ingewikkeld gegeven. Het gaat om heel erg veel geld. Dat vond iedereen ook. En voordat je alles precies op een rij hebt, waardoor je tot een bedrag komt waarover je afspraken kunt maken, nou, dan gaat echt wel wat water door de Rijn. Ook de organisatie van het Groningen Forum is geraakt door de bouwpauze. Men had net de achterstand van de afgelopen jaren ingelopen en ze waren klaar om komend jaar naar het nieuwe gebouw te gaan. Nu komt daar nog 2 jaar vertraging bij. Ja, dan heb je eens een keer een tegenvallen, dat kan. Dan heb je nog eens een keer een tegenvallen, kan ook. Maar ik geloof dat het Forum wel... Ik overweeg ons nog te gaan melden bij het Guinness Book of Records. Maar ik denk wel dat wij zo'n beetje alles wat je kunt hebben aan tegenslagen in het bouwproject... En toen ik hier begon, dacht ik, nou, volgens mij hebben we nu alles gehad. En toen kwam inderdaad het dossier aardbeving er nog een keer overheen. Dat ik dacht, oh nee, aardbevingen, die hadden we nog niet gehad in dat hele dossier. Dus dat geeft natuurlijk wel een klap aan het personeel. Begin 2015 is de forumorganisatie kleiner gemaakt. Dat pakt nu gunstig uit. We hebben toen afscheid genomen van een aantal mensen. En dat was natuurlijk niet leuk, maar dat had wel een doel. Het doel was om niet met een hele grote organisatie al die voorbereiding te doen, maar gewoon dat met een klein select team te doen. En wat je nu eigenlijk ziet door die vertraging is dat pakt dat dubbel goed uit. Want dat betekent dat we eigenlijk met een soort minimale bezetting doorhobbelen naar de opening straks van het forum. En dat we dus pas zo laat mogelijk de organisatie echt optuigen dat we het volume hebben om in dat grote gebouw te gaan. Gedurende het jaar onderzoeken archeologen de vondsten en sporen uit het hele gebied van het project Grote Markt Oostzijde. Af en toe doen ze ook nog wat veldwerk als er gegraven wordt in dit gebied, maar het grootste deel van het veldonderzoek is in de periode 2008 tot 2012 verricht. Dus nu worden de opgegraven scherven, stukken hout, botten van dieren en andere vondsten onderzocht door specialisten. Ook
ook worden 250 skeletten die op het Martini-kerkhof zijn opgegraven door verschillende specialisten onderzocht. Zo bekijkt men bijvoorbeeld in Leiden het DNA in tanden en kiezen om het geslacht en familierelaties te bepalen en onderzoekt een fysiologisch archeoloog de botten naar ziektes en gewoonten. Door al deze gegevens te combineren met historische bronnen probeert men te achterhalen hoe de middeleeuwse Groningers leefden en omgingen met hun overledenen. Als alle onderzoeken halverwege volgend jaar klaar zijn, bundelen de archeologen de informatie tot één groot verhaal over dit gebied. Ondertussen op het forumterrein zijn de werkzaamheden aan de fietsenkelder afgerond. Het dak zit erop en de ingang naar de kelder is afgesloten. De boom in de tuin van het feithuis die vlak tegen de fietsenkelder staat, heeft het gelukkig gered. Verder is het heel rustig. Het hele terrein is opgeruimd en er zijn nog maar een paar mensen bezig om in de parkeergarage gaten en beschadigingen aan het beton te repareren. De grap gaat dat dit bouwterrein het schoonste bouwterrein van Nederland is. In ieder geval is het wel zo leeg en rustig dat de jongens een bloemperkje kunnen zaaien. Het zit er aan te komen. Dus ik heb toch nog goede hoop dat we dit seizoen nog klaprozen te zien krijgen. Bij de ingang van het terrein zitten de mannen van de beveiliging. Zij zijn ook in deze stille periode nog volop aan het werk. Want al gebeurt er niks, toch wil men nog wel eens over de hekken klimmen. En anders is het wel de huismarter Speedy die de bewakingscamera's 's nachts activeert. Voor de zuidkant van het forumterrein zijn de plannen inmiddels goedgekeurd. De gemeente heeft daar een aantal panden in bezit en gaat ze zo verbouwen dat de panden ook aan de nieuwe Markt Zuidzijde een voorgevel hebben. Deze panden zijn bedoeld voor bovenwoningen en horeca op de begane grond. Begin november geven de wethouder en de directeur van de eerste huurder, Paviano, het startsein voor de bouw. Eerst sloopt men Poelenstraat 18 en wordt Poelenstraat 16 van binnen gestript. Dan blijkt dat het echt middeleeuwse panden zijn, vol verrassingen voor de slopers. Zo heeft het pand Poelenstraat nummer 20 bijvoorbeeld geen zijmuur, waardoor de slopers de muur van nummer 18 wel moeten laten staan. Eind 2016 moeten de panden klaar zijn. Voor de ontwikkelingen van de Oostwand is de vertraging van het forum gunstig. Volker Wissels is daar druk mee bezig. Die heeft daar plannen voor. Daar moeten ze uit gaan werken. Maar ze hebben ook wel een beetje last gehad, denk ik, van de crisis. Want ze konden niet zo snel als dat ze eigenlijk wilden. En voor ons als project totaal is dat niet een bijkomend nadeel, zeg maar. Wij mikken erop dat wij gelijktijdig met de Oostwand en het Forum klaar zijn. En we hadden al afspraken met Volker Wessels dat zij zouden gaan starten een jaar voor oplevering van het Forum. Nou, dat staat overeind, dus dat blijft zo. Als in september is afgesproken dat de NAM 68 miljoen euro betaalt, komen vervolgens alle partijen bij elkaar in een aantal workshops. Ze bespreken daar hoe het forum aardbevingbestendig gebouwd moet worden. Hierbij werken de techneuten van de gemeente en de BAM nauw samen. En ook de gebruikers denken mee. Bij elke beslissing die nu verkeerd genomen wordt, is maar één partij de echte dupe. Dat is degene die het straks gebruikt. Dus wij maken wel van dingen echt een punt als we denken, ja jongens, dit is heel leuk bedacht. En het is natuurlijk heel mooi dat het zo heel stevig is. Maar daar moeten mensen langs kunnen lopen en ook in grote groepen. En dat kan dan niet. Dus daar kom je wel uit, maar het is wel belangrijk om te benoemen. Heb je wel eens zoiets meegemaakt? Nee, dit proces is ik denk in Nederland ook niet iets wat op grote schaal voorkomt. Zeker niet in relatie tot aardbevingen. Dus nee, het is een uniek proces voor ons ook. Maar wel een boeiend, leerzaam en toch ook een heel erg plezierig proces. Nou, er was wel een spanning van,
hoe gaat dit? Gaan ze elkaar de tent uitvechten, wat ook wel eens gebeurt op projecten? Of dat ging op een hele open manier met het gesprek gevoerd. Heel sterk was dat de architect, maar ook een ABT en anderen allerlei alternatieven hadden gezocht. En niet alleen alternatieven, hoe doen we het simpel, hoe doen we het goedkoop. En nog een paar van dat soort argumenten die vaak gebruikt worden. Maar ook heel sterk van hoe kunnen we zorgen dat wat de gebruikers, wat de gemeente wil, zo goed mogelijk in het pand nog verwezenlijkt wordt. En dat haalde heel veel spanning weg. En dan zie je dat het gesprek gewoon heel goed en open verliep. In de maanden na september lijkt het rustig rond het Forumgebouw. Terwijl de gemeente en aannemer BAM nu precieze afspraken maken over de kosten van de bouw, zijn de bouwers druk bezig met het treffen van voorbereidingen voor als de bouw weer kan starten. Begin december zijn BAM en gemeente akkoord en kan men aan de slag. Eerst wordt de bovenbouw gesloopt en zal men een deel van de begane grondvloer verwijderen. Vanaf maart kunnen de bouwers dan eindelijk weer de lucht in. Denk je nou dat je echt alles gehad hebt? Ja, dat hoor je mij niet meer zeggen. Nee, in mijn optiek blijft het een heel groot gebouw op een hele ingewikkelde plek. Midden in de binnenstad een groot gebouw realiseren, dat is natuurlijk geen sinecure. Tegelijkertijd denk ik, we hebben volgens mij nu alles wel gehad. Maar dat dacht ik ook voor de aardbeving. Wie verzint het dat je... nu vinden we allemaal aardbevingen in Groningen de super logische combinatie. Maar een paar jaar terug was het toch iets wat helemaal niet speelde. Zeker niet in de stad. Dus wie weet wat er nog langskomt aan natuurgeweld. Ik ga ervan uit dat 2019 een mooi feestje kunnen vieren aan de Nieuwmarkt. Ja, dat denk ik dat het gaat lukken. Ja, nee, zeker. Wij hebben met de gemeente hebben wij een opleverdatum vastgeklikt. Dat is 30 november 2018. Dan zijn we klaar. Je weet bij het Forum misschien ook inmiddels wel dat we hebben dat natuurlijk al eerder wel een datum genoemd. Maar alle seinen staan nu op groen om hem gewoon in 2019 open te doen. Helaas later dan dat we hadden gepland. Maar we maken er nu ontzettend veel werk van. We doen ons uiterste best om er gewoon voor te zorgen dat we dat halen.